Inderdaad veel meer. We hebben vandaag officiële launch gegeven, zeg maar theoretisch, van dit project, dat al jaren voorbereid wordt hoor. En afgelopen maanden zijn er ook heel wat activiteiten al geweest. Dus men is al begonnen met de uitvoering van het project. En het gaat om een aantal zaken. Eén is, er zullen, laat me beginnen met het makkelijkste, het Sarma-kanaal zal uitgebaggerd worden, geprofileerd worden. Een tweede ding is, voor Groot Paramaribo en Wanica zal er een nieuwe ontwateringsplan worden gemaakt, een masterplan. Dat is nieuw. Je weet, de laatste masterplan was van Paramaribo alleen en dat was ongeveer 20 jaar terug. En nu wordt Wanica meegenomen en een deel van Saramaca. Dus dat is de nieuwigheid en de bijzonderheid. En er worden ook oplossingsmodellen dan uitgewerkt, zodat wij als overheid weten waar we wat moeten doen. En een derde is natuurlijk een stuk wetenschappelijk onderzoek dat erbij hoort, om de juiste oplossingen te bedenken voor het ontwateringsprobleem. En wie zijn de stakeholders? Nou, de stakeholders zijn divers. In feite is iedereen die in Paramaribo woont en werkt. En een deel is Saramaca, dus waar de Saramaca-kanaal loopt. En de tweede ding is, iedereen die woont in Paramaribo, Wanica, dus dat is het grotere studiegebied, is belanghebbende. Als je niet onder water loopt, zou ik zeggen, oké, dan heb je geen probleem. Dat betekent, dat is van bedrijven, tot mensen die wonen, tot landbouwers, tot veeteelthouders die ook in dit gebied wonen, die slachtoffer worden van wateroverlast, die moeten hun feedback geven. Er is een webpage gelaunched en we gaan dat verder bekendmaken hoor. Wat de dingen zijn om hun klachten door te geven, zodat het probleem met de ingenieurs goed in kaart kan worden gebracht. En hoe beter we weten waar de problemen zijn, hoe beter we ook weten wat voor oplossingen we moeten brengen. En dan gaat het ministerie in de tijd, per begroting, dat plannen om uit te voeren. Ja. En deze website, daarop zal dan ook de data beschikbaar komen waarover net gesproken is? Ja, een van mijn voorwaarden zal sowieso zijn naar de werkgroep, de deskundigen, dat de data beschikbaar is natuurlijk. Dat gaan ze ook doen. Dat je live kan zien wat er gebeurt, et cetera. Dus het plan, alles zal online komen uiteindelijk. En ook wat de oplossing moet zijn, maar als overheid gaan we langzaam wel moeten uitvoeren. Toch? Dus dat gaat allemaal beschikbaar moeten zijn, ja. Okay, dus als ik het goed begrijp, over anderhalf jaar, dus dat is de streefdatum van het ontwateringsplan? Ja, klopt. Ja, en dan moet je nog 1-2 jaar bijtellen om de fysieke uitvoering te doen. Er wordt aanbesteding gehouden en dan gaat iemand het project uitvoeren. Dus de rehabilitatie, de sluizengemalen moeten vervangen worden. Dat zijn civiel-technische werken. Dat kan 2 jaren duren hoor, 2 tot 3. Dan is dat gedeelte gedaan. Maar u weet, we hebben wateroverlast gehad. Niet alleen in Paramaribo, ook vanaf Albina tot Nkeri. Dus daarom zei ik, als overheid, als ministerie, pak ik dan per district de meest belangrijkste aan. En zo doen we dat per begrotingsjaar, want we kunnen niet alles tegelijk aanpakken. Uiteindelijk zijn die rapportenstudies er om de problemen op te lossen.